Morgen, Matjes, wat raaf. Ja, dit is eigenlijk wel een beetje een bijzondere aflevering. Ik ga nu naar de zaak, Kievits Drunen in Waalwijk. Aangepaste rit, ook met een andere vrachtwagen en een oplegger. Ga maar mee, Maatjes. Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I would like to come out of the womb. Ik ben nu op de zaak en ik ga mijn spullen pakken. Mijn rittenlijst, sleutels. Even vragen waar de wagen staat. Inmiddels mijn wagen geparkeerd. Super mooi, die grijze wagen. Dat is een mooi ding, hoe is dat hier bij jou? Ja, dan loop ik een stukje naar de wagen. Hij staat aan het dok nog. Ik ga even alles controleren. Daar staat hij. Het is een mooie Mercedes. Ik ben geïnstalleerd. Ik ga naar Geldermalsen. Daar ga ik lossen. Ook is de wagen helemaal nieuw. Voor de eerste keer rijd ik nu ook met camera's. Dus wennen. Dus alles is nieuw. Camera's in plaats van spiegels, dus even wennen, maar gaat zeker goed komen. Belooft een mooie dag te worden, de zon komt op. Godverdomme, zooi.
Ah nee, dat meen je niet. Wat een bende. Kutzooi. Zit ik tegen die kut bakwagen aan. Nou, heb ik alweer. Wat mondetjes. Nou, het is helemaal spannend. Ik rijd dus net schade. Ja, meegestuurde as. Ik heb daar even geen rekening mee gehouden. Ja, zoals je ziet. Daar gebeurt. Ja, die bakwagen stond daar gewoon helemaal ruk. Maar ja, ik had geen rekening gehouden met de stuuras. Ja, ongeluk zit in een klein hoekje. Die wagen had er niet moeten staan. Maar ik had daar ook een beetje moeten opletten natuurlijk. Meegestuurde as. Maar... gelukkig is er koffie. En word ik in ieder geval goed geholpen. Matjes. Hey. Nou, ik zit even. Ja. Schade voor me iets in te vullen. Nou, ik heb alles even ingevuld. Ja, meer kan ik niet doen. Dat kan dus ook gebeuren. Helaas ja, schade gereden. Echt balen. Wel gelost gelukkig. Ja, nou naar Fruitlijn in Ochten. Daar ga ik nog 7 pijltjes lossen. Dus ja, we gaan de rit weer voortzetten. En hopelijk gaat het mij nu beter af. Ja, daar zijn we weer aangekomen bij Fruitlijn, waar ik natuurlijk ook heel vaak kom met mijn Helse 2. Alleen dan kom ik om te laden en nu kom ik om te lossen. Ik was even zoeken, maar ik word nou gelost. Ja, normaal kom ik er al te laden. Er zijn een paar pellets retour. Ik heb hier de pellets bij Fruitlijn gelost. We hebben nu nog 2 pellets voor BK's en nog de rest voor de Turkse winkeltjes. Ik heb nu 6 pellets gelost. Ik ga eerst even het papierwerk een beetje doen, dat het ook weer op orde is. En hierna hebben we nog 3 winkeltjes. Zorg ik altijd natuurlijk dat de handtekening erop staat. Temperatuur is ook heel belangrijk. En dan natuurlijk de tijd bijhouden. Wanneer en waar je bij de klant bent geweest. We zijn weer klaar met het invullen van de papieren. Ik ga nu naar Veenendaal, naar Kaasboertje. Net even een collega gebeld. Waar het precies is en hoe het eruit ziet daar. Dus het gaat helemaal goed komen. Het is mooi weer. Er is goede muziek. Oh ja, we hebben nog geen muziek geluisterd. Ja, dat kan ook even. Maar ja, dat is wel even wel anders dan Els het Vee. Maatjes, ja, we doen even een voice-over. Ik ben hier namelijk aan het achteruit rijden met de nieuwe wagen met camera's en stuurras.
in werkelijkheid duurde het nog veel en veel langer. Voor mij was het echt even wennen. En zoals je ziet heb ik hier weer Rotman nu bijna schade gereden, want oh, dat gaat maar net goed. De camera stond in de weg. Ja, ding van meer als honderden euro's. Snel even aan de kant. Rennen. Kijk hem gaan met de kleine pootjes. En snel weer door, want de klant is aan het wachten. Ging me net goed. Ciao, matjes. Was je truck, hè? Ja, hier even twee pellets eruit. De eerste pellet is al gelost. En de tweede staat nog klaar. En hoppa, ook die is weg. Ik was dus in eerste instantie verkeerd gereden, moest keren in een woonwijk en nu achteruit inparkeren. Wat een drama. Fietsers, auto's, nog meer verkeer, nog meer fietsers. Ja, daarom rijd ik het liefst op de LZV. Maar het is me uiteindelijk wel gelukt en zonder schade. Ik ga snel lossen, want ik lig een beetje achter op schema. Ik heb gelost Turkse winkel in Arnhem. Ja, dat is wel anders dan met LZV op de snelweg. Maar ja, het geeft wel voldoening, zeg maar, als je de klant gelost hebt. Nou ga ik er verder in mijn auto. Oh nee. Geprikt! Oh! Kijk, dit is mijn nieuwe GDI Osmo. Ja, daar film ik af en toe mee. Vandaag gebruikt. Hij zit op, ja, is mijn nieuwe DJI Osmo, maar hij volgt mijn gezicht, dus ja, super. Nou, even papier ingevuld en we kennen weer verder. We gaan nu naar Melton Plaza in Arnhem, weer een winkelboulevardje. Ja, wel bloed, zweet en tranen, jongens. Als je het niet gewend bent, tenminste. Hè? Dus respect voor de distributierijders. Knap. Oké, let's go. Yeah, let's go. Nou, we zijn er bijna nog 1,2 kilometer. En dan zijn we bij de laatste om te lossen. Dan heb ik nog twee klanten om te laden. Terug naar Ochten, naar Fruityline en nog eentje in Geldermalsen. Ja, al met al toch wel even wat langer over gedaan dan normaal. Ja, natuurlijk nog met schade. Echt balen. Ja, echt een klassieke fout met de stuuras. Ja, het is maar zo'n klein stukje, maar ja, zo'n klein stukje te veel, zeg maar, niet paste. Nou, deze ook weer gevonden. Nou,
eindelijk de wagen is leeg. Het is waar. Ja, het is echt distributiewerk. Ja, het is leuk voor mij om een keertje te doen, maar het, ja, ik vind het echt, echt respect voor degenen die dit dagelijks doen. Ja, je ziet, anderen hebben veel kleinere wagentjes met een enkel assertje. Dus dat is iets makkelijker. Maar goed, ja. De goederen zijn in ieder geval heel aangekomen. Dat is het belangrijkste. Klant is tevreden. Ja, en op zich ben ik blij dat die leeg is. En nou ga ik even nog het weer even laden. We gaan terug naar ochtend, gaan we laden en daarna hebben we nog een adresje in Geldermalsen en dan kunnen we terug naar de zaak. Dan gaan we de stad weer uit. Yay. Mooi geweest voor vandaag. Oh ja, kijk. Kijk eens aan. Gelredoom. Jongens, het Gelredoom. Nou, we kunnen weer een keer de cruise control aanzetten. Dat is lang geleden. Snel weer op. Het is tijd voor een broodje. Kijk, lekker broodje kebab met satésaus en uitjes. Ik zal het gezond doen. Oh. Wat mon dieu, zeg. Nou, lekker. Lekker, lekker, lekker. Nou, ik heb ondertussen ook weer voetenlijn geladen, zoals jullie. Staat er mooi vast. Vanochtend ook hier gelost, aan de andere kant. En, ik heb hier nou 15 geladen. Zometeen nog in Geldermals ook nog 15. Ja, het is echt warm. Het is 30 graden. Ja, hier binnen is het gaatje op 3-4. De koelmotor die gaat aan op 3 graden. 3 graden. Komt ie. Zo, voetje lijn geladen. 15 pallets. En nou gaan we naar Geldermalsen. Naar Simon Loos. Ga ik nog 16 bijlaaien. En dan terug naar de zaak. Ik heb nog even collega gesproken met Telsen 2. Die gaat ook te laaien bij Footline, een van de beste chauffeurs. Nou, inmiddels aangekomen bij Simon Loos, hij mag op deurtje 1. Ik ga hier nog 16 pellen laaien. Oh, zo. Kijk, was er mooi bij.
Yo, Matjes, wie heeft dit probleem ook? Dat je te licht bent voor de pompwagen. Ik sta toch met mijn voeten erop. Godverdomme. Help. Ik heb geladen bij Simon Loos in Kelderwalsen. Nou ben ik klaar, dan ga ik terug naar de zaak. Kan ik op voor het dok zetten en dan zit de dag er weer op. Dus het is ongeveer, ja, hoe zal het zijn? Ik zal eens even kijken. Einde. Toepassen. Taak beëindigen. Losse waalwijk. Navigeren. Navigeren. Ja. Ten minutes later. Ja. En dit hoort er ook bij. Helaas, pindakaas. Niks aan te doen. Ik kan het druk lopen maken, maar schiet godbonnen hier niks op, joh. Ik kon naar huis. Laatste meters. Ja, toch wel een leuk dagje gehad. Ik baal alleen enorm van die schade. Ja, echt. Weer zo'n klassiek foutje met een gestuurde traileras, helaas. Ik kan er verder ook niks aan veranderen. Dus het is niet anders. Spijtig genoeg. Hij staat er aan het dok bijna. Heb de deur dus open. En dan is het weer gebeurd. Helaas een stukje achteruit. Staat allemaal nog gelukkig. Nou, we sluiten af waar we mee begonnen zijn. Namelijk het invullen van de papieren, kilometerstand, planten, temperaturen. Nou, ik heb ondertussen een pak CMX mee terug. Allemaal getekend, allemaal controleren op temperatuur. Dat is ook heel belangrijk dat die opstaat. En dan is het afsluiten. Even nog voor mijn collega. De wagen even schoon spuiten met de luchtpistool, zowel zo netjes, en dan is het dagje voorbij. En ja, toch genoten. Het viel me weer een beetje tegen, toch wel die winkeldistributie. Ik bedoel, ik kom natuurlijk met de LZV op grote treinen veel snelweg. Het sturen met een LZV achteruit is natuurlijk wel wel moeilijk, maar voor de rest valt het mee. En de winkeldistributie vind ik toch, ja, die moet continu echt opletten. Fietsers, auto's, inrichtingsstraten, bussen, trams, vliegtuigen niet, maar in ieder geval, het is echt wel een stuk moeilijker vind ik, denk ik toch wel, ja. Maar die twee winkels vond ik leuk om te rijden. En wie weet, ooit nog eens een keer. Maar voor nu hou ik het hier bij, Matjes. Ciao. Ja, goed te doen. Kijk wat het doet. Kijk. Oh, in, uit. Ga jij dit gezicht nou? Maatjes, dit was het einde van de video. Nou hè. Nou.